Nou, daar hebben we eigenlijk drie hele goede redenen voor. Als eerste goed werkgeverschap. Als tweede mijn verzekeraar. Die stelt vragen bij de huisvesting, is alles veilig. En als derde wil je vergunning krijgen voor je nieuwe huisvesting. Dan wil de gemeente ook allerlei borgingen erin hebben zitten. En die zeggen een keurmerk vinden we heel belangrijk. In het begin dachten we van nou, het kost eigenlijk alleen maar geld en we hebben er niet zoveel aan. Maar ja, toen de gemeente dat voorwaarde ging stellen, zagen we toch, je vergunningverlening verloopt wat makkelijker. We zijn in gesprek geraakt met onze verzekeraar, die zegt ook, die wil alles geborgd hebben. En in de keurmerk kun je zeggen, hier hebben we een certificaat, wij voldoen aan alle eisen. Wettelijk en bovenwettelijk, want er staan ook bovenwettelijke eisen in. Daar voldoen wij aan. We hebben een veilige huisvesting. Ik vind het allemaal wel meevallen. Als je je hoofdzaken op orde hebt, dan is het eigenlijk alleen maar even de puntjes op de i zetten. En ik vind het ook belangrijk dat je dat doet. Want anders ga je één keer nieuw bouwen of je gaat wat maken. En je hebt nu elk jaar toch een reminder van, kijk eens even of alles het nog doet. Loop even alle zaken goed na. En dan ben je voor jezelf ook geborgd dat je een goed stuk veiligheid hebt. Ik vind het meevallen omdat we het meenemen in onze Global Gap Audit. Als je echt een auditeur apart moet laten komen, dan praat je makkelijk over 400-500 euro. Wij hebben de afspraak, ze nemen het uurbasis mee, dus ze zijn bij ons op het bedrijf. Dan is het even anderhalf, twee uurtjes die je eraan besteedt en dan is de prijs wel te overzien. Ja, dat zou ik wel degelijk adviseren. Alleen al om de reden van veiligheid. Je hebt het voor je mensen goed voor elkaar en je kijkt er elk jaar een keer goed naar. En doordat je mensen in de privésituatie zich lekker op hun gemak kunnen voelen, dat ze goede huisvesting hebben, betekent ook dat ze het jaar erop weer terug willen komen en dat ze op een fijne manier met je willen werken. En dan is het een win-win situatie, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.